Welkom bij Lang Leven de Sport, de serie waarin we schaatsstand doortrekken om goed beslagen ten ijs te komen. Ditmaal zijn we op bezoek bij shorttrack coach Dave Versteeg. Dave, goedemorgen. 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 Ik heb een vraag. Ik ben op zoek naar het geheim achter de bochttechniek. Zou je me dat kunnen vertellen? Ja, dat kan ik je sowieso vertellen. Ja, is het een geheim met ten eerste? Ja. Dat denk ik niet. Als je echt naar de techniek kijkt, gewoon je komt van het rechte stuk af en je gaat erin en je gaat eruit. Welke punten moet iemand letten? Waar het heel erg veranderd is, zeker binnen het shorttrack, is meer de afzet, de streksnelheid. De streksnelheid is echt gelijkmatig geworden. Okay. Voorheen had je natuurlijk, had je eigenlijk een statische houding op rechts. Dan deden ze eigenlijk niks en dan denken ze, oké, nu ga ik afzetten en is het zo hard mogelijk afzetten. En dat zie je nu bij de lange baan ook nog wel gebeuren. Ik ben eigenlijk van overtuigd dat het binnen een aantal jaar bij lange baan, je ziet nu al een aantal dat ze het gaan overnemen. Dat aan het overdenken over 5-6 jaar dat iedereen dat zo gaat proberen of zo gaat doen. Oké, dus minder hard afzetten. Minder hard afzetten. En langer strekken. Ja. Maar al vanaf de eerste slag? Vanaf het eerste moment, ja. Ja. Dus het moment dat je eigenlijk je ijzer plaatst op de grond, dus op het ijs raakt, ga je er tegenaan duwen. Als je er gelijk tegenaan duwt, dan kan je op dat moment ook sturen in de bocht. Als je er alleen maar op staat, is het heel moeilijk om ook te sturen. Dan moet je gaan wringen. Ja. Het moment dat je gaat duwen, kan je glijden, kan je sturen en je hebt gelijk een afzet gedaan. Maar hoe krijg je die druk? Hoe krijg je die? Om er tegenaan te duwen. Maar ook dus, wat moet je met je lichaam doen? Hoe ga je zitten? Het moet klein zijn, een ronde rug. We zijn heel erg van het bovenlichaam, wat je normaal zeg maar heel erg rechtop zat. Dus je zat eigenlijk, daar zat het bovenlichaam voorheen, als je die hoek een beetje zo bekijkt. En wat je nu eigenlijk ziet, is het bovenlichaam plat gekomen. Dus die hoeken zijn veel kleiner. Dus het bovenlichaam, de borst komt steeds dichter bij de knie ook. Het gevaar is misschien wel dat je dan weer voorop komt. Nee, denk ik niet. Nee, het is niet zozeer dat je daardoor meer voorop gaat zitten. Want je houdt wat dat betreft nog steeds je bekken goed gekanteld. Waar je nog steeds gewoon ook goed achterop blijft zitten. Maar je kijkt, die knie wordt verder naar voren gedrukt. En dat zijn allemaal dingen die natuurlijk heel erg belangrijk zijn binnen het schaatsen. Oké, en voor mensen die helemaal nog niet kunnen overstappen? Nou ja, je moet natuurlijk, je hebt natuurlijk grades. En je kan natuurlijk zeggen, ja, je moet leren hangen. Maar als je natuurlijk een 21 graden bocht hebt bij lange baan. Hoe wil je überhaupt, als je nog geen snelheid hebt, gaan leren hangen? Ja. Nou, dat moet je leren zeg maar op een 30-60. En als je terug de bocht kleiner maakt, kan je op een gegeven moment met 7, 6, 5 meter, je kan alleen maar een cirkel maken. Nou, dat kan je natuurlijk allemaal mee spelen. Dus zonder snelheid kan je sowieso eigenlijk een bocht niet doorkomen? Nee. Dat is wel. Nou ja, je komt wel een bocht door, maar je hangt niet. Ja. En het juist balans in een bocht is essentieel. Ja. Je moet goed kunnen hangen. En dan zeggen ze, ja, ik kan alleen maar. Als je natuurlijk daarin kan je spelen en met oefeningen doen, dat je op een gegeven moment jezelf dwingt door meer te hangen met een rustige snelheid. Ja. Dan word je goed. Dus dat doen zij nu allemaal. Dat doen zij nu allemaal op een gegeven moment. En als je nou in de zomer, zou je ook oefeningen kunnen doen buiten het ijs om, waardoor je een bocht beter kan. Ja, wij doen wel veel cornerbelt trainingen. En wat is dat? Een cornerbelt kan je eigenlijk zien als een autogordel. Ja? Daar kan je het mee vergelijken. We doen eigenlijk een elastiek hang. Het elastiek hangt dan vast aan een vast punt aan de muur. Dat zijn elastieken waar je dan in twee banden in hangt. Die ene komt om je heupen en die andere komt zeg maar om de borst. Ja. Nou, dan is eigenlijk heb je een plank in staan waar de graden al ingemaakt zijn waar je vast staat. Dus dat is een vast object. Ja. Nou, dan kan je dus op een gegeven moment door het elastiek kan je balans maken met je lichaam. Dus kan je elke keer de bocht maken. Met het ijs. Ja, ja. Je doet er speciale oefeningen voor in de training. Maar je doet ook gewoon in de warming-up, komt het ook gewoon terug. Het is gewoon een timing. En het ingaan van een bocht. Laten we het over het ingaan van een bocht hebben. Hoe ga je een bocht in? Zou je dat kunnen uitleggen? Ja, je loopt mensen denken, nou, er ligt daar een blokje, dus ik ga er zo strak mogelijk in en maak minder meters. Ja. Ja, het is natuurlijk heel. Het klinkt misschien logisch, denk ik, maar ik maak zo min mogelijk meters. Maar een motorrijder, je moet het een beetje zien als een motorcoureur. Ja. Als een motorcoureur een inhaalactie maakt en die gaat er krap in, komt hij er heel wijd uit. En degene die dan wijder erin gaan, is, die pakt hem weer terug. Dus dat is de ideale lijn. Ja. En dat is voor het schaatsen uiteindelijk hetzelfde. Je moet de ideale lijn erin gaan, dat je eigenlijk op het hoogste punt van de bocht
dat je daar eigenlijk langs de bocht komt. Langs de blokjes op dat moment. Het hoogste punt van de bocht is het midden. Midden van de bocht. Midden van de bocht. Ja. Ja. Het verste punt eigenlijk. Het verste punt. Ja. Dus dat je daar natuurlijk langs de blokjes stuurt en dan probeer je hem zeg maar geleidelijk gaat hij weer wat meer naar buiten toe. Dus zou je je hele verhaal enigszins kunnen samenvatten in drie globale tips? Nou ja, voor een beginner, hij moet goed aan zijn balans werken. Ten eerste moet je goed op je schaats kunnen staan om de bocht in te kunnen gaan. Als je op twee benen is, probeer zeg maar gewoon een normale beweging te maken, schaatsbeweging. Ja. En daarna begint de overstap, kan je dus een cornerbelt gebruiken. Ja. Of je kan met iemand naast je rijden, hand in hand die je tegenhoudt. Kan je niet zomaar omvallen, dan heb je altijd nog balans. Dus je, ja, moet je zoekt naar een tool voor balans. Ja. Een hulpmiddel. Dat je het zelf niet kan doen. Okay. Dan kan je mee verbeteren. Dat is voor een beginner. Dus ik zou meer de jeugd juist aanraden te beginnen met short track. En dan die combinatie gaan zoeken naar het lange baan. Ja, want uiteindelijk als je dus goede bochten kan rijden en een goed gevoel hebt op het short track, kan je gewoon heel goed uit de voeten op de lange baan. Voor een topper is het gewoon belangrijk uiteindelijk ook hoe ga je de bocht in. Dus het ingaan van de bocht is essentieel. Dat is heel belangrijk. Ja. En daarin dan op een gegeven moment goed erin te vallen. En dan kan je ook heel erg mee spelen met cirkels rijden of korte bochtjes. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Voor het gesprek. Wird dein Schiedsrichter verdroschen, Steinsamt ordentlich in die Gosch.